Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ik ben hier in de ballroom van Torarica, omdat we vanavond, en dat is dus op maandag 17 oktober, de jaardag van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, hebben gevierd. 50 jaar VES. Dus de felicitaties aan die organisatie. Met z'n allen denk ik dat we kunnen zeggen dat deze organisatie heel goed werk verricht in Suriname. En ik zit hier nu met een ex-voorzitter van de VES. En dat is onze huidige minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM. Dat is de heer Silvano Tjongahing. En hij is ook de minister ad interim van Financiën. Zeg ik het goed? Nou, laat me het zo stellen. Als de minister van Financiën afwezig is, dat is op dit moment minister Albert Ramdien, dan val ik in. Dat is de juiste constellatie, want mensen zeggen het. Er zijn al een heleboel kritiekpunten nu van. Maar hoe heb je dan twee ad interim? Wat is minister Ramdien dan? Minister Ramdien is de zeg maar, eigenlijk de plaatsvervangend minister van Financiën. Op dit moment zit hij op de stoel van de minister van Financiën. Dus als u een minister van Financiën wilt spreken, dan spreekt u minister Ramdien in eerste instantie aan. En als hij er niet is, want hij is minister van Buitenlandse Zaken, of om welke andere reden dan ook, dan val ik in. Maar dat is een heel normale zaak hoor, dat doen we ook. Elke minister is invaller voor een andere minister, dus ik weet niet waarom dit zoveel... Twee ad interims waarschijnlijk. Maar minister, zullen we toosten? Op 50 jaar Tess, yes. Gefeliciteerd. Dankjewel. En u bent een van de ex-voorzitters. 50 jaar geleden was er dus blijkbaar een noodzaak om met zo'n vereniging te beginnen. Ja, u heeft het verhaal gehoord. Ik was er niet bij 50 jaar geleden. Ik was nog heel erg klein. Maar ik was er dus toen niet bij. Maar er is dus een noodzaak geweest om een vereniging van economisten op te zetten. En die vereniging... Die heeft een bepaalde ontwikkeling meegemaakt. Het was een discussieclub onder de economen die pas uit Nederland kwamen. En ik dacht een aantal, ik weet niet of er toen al een economierichting was in Suriname. Ik dacht voor 2000 was ik ondervoorzitter voor 2 of 3 jaar met de heer Jim Boussai die toen voorzitter was. En per 2000 ben ik 8 jaar... Lang ben ik de voorzitter geweest van de Vereniging van Economisten. Wat heeft u in die periode neergezet waarop, als u nu terugkijkt, zeg ik, ay, dat heb ik gedaan? Nou, het eerste wat me opvalt, we kijken naar het logo. Het logo, dat is een bedenksel van mij geweest. Het is eigenlijk de economische kringloop, daar ben ik trots op. Maar goed, ik geniet in mijn eentje hoor. Maar goed. En wij hebben een aantal zaken neergezet, niet alleen tijdens mijn bestuur, hoor, ook daarvoor. Het was een woelige periode waar de discussies over aanpassingsprogramma's, dat die discussies heel fel waren. We hebben, toen ik voorzitter was, hebben wij een soort herstelprogramma mogen maken. Hebben we ook aangeboden aan de toenmalige regering. Die hebben ze voor een groot deel uitgevoerd. En we zijn daar trots op, omdat het in principe heeft gewerkt. Het was een Surinaams programma dat uitgevoerd is. We hebben in de loop van de tijd hebben we vaker adviezen mogen uitbrengen aan regeringen. We hebben de mensen, we hebben geprobeerd de gemeenschap een beetje de economische benadering bij te brengen. Men zegt vaak dat het moeilijk is. Ik ben... het niet eens met mensen die zeggen dat het moeilijk is omdat iedereen een econoom is. En uw gedrag, gelooft u me, met uw beurs en uw werk is economisch gedrag. Heeft alles ermee te maken. Het enige is dat economen in staat zijn om te abstraheren en te kijken en te ongeveer een inschatting te kunnen maken. Vooral wat de risico's zijn van uw gedrag en noem maar op. Maar goed, ik kom terug op wat we hebben neergezet. We hebben dus vaker zijn wij gevraagd door de overheid om adviezen te geven. Hebben wij gedaan, heel vaak op papier of mondeling. En wij hebben met name hebben we
geïntroduceerd, de scriptieprijs voor studenten die dus de beste scriptie hebben gemaakt op de universiteit. We hebben ook, zijn we begonnen eens met een soort zeg maar State of the Union, een soort verslag over het afgelopen jaar, waar wij dus vooral de focus hebben gelegd op de particuliere sector. Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar in de particuliere sector en wat zijn de vooruitzichten? Dat hebben we gedaan. Het is niet gecontinueerd, moet ik zeggen, helaas, maar ik denk dat dat toch wel een van de projecten is die we, waar we trots op kunnen zijn. We vonden het toch wel goed en ik hoop dat het huidige bestuur dat misschien weer oppakt. Maar ik weet dat er ook periodes zijn waar er totaal niet door de regering naar de VEST werd geluisterd en dat VEST met allerlei goede adviezen kwam, maar die werden in de wind geslagen. Ja, kijk, dat klopt. Dat hebben wij ook gehad. En ik zei u al, van wij zijn ons bewust van het feit dat je kan een voorstel doen. Maar je moet wel weten dat niet 100% van jouw voorstel hoeft te worden uitgevoerd. Daar moet je bewust van zijn. Je mag niet naïef zijn om te denken dat alles wat je voorstelt, 1, dat het past binnen het raamwerk, 2, dat het ook wordt uitgevoerd. Kijk, laat me het volgende uitleggen. Er is altijd een discrepantie tussen de analyses die deskundigen plegen en de uitvoering. Er is altijd een discrepantie. We kunnen vanaf vandaag tot volgend jaar uitleggen van ja, maar ze doen dit niet en ze doen dat niet. Er is geen land ter wereld, en dat is bewezen, waar je 100% van de adviezen uitvoert. En waarom niet? Zeker economisch niet. Omdat het leven niet alleen bestaat uit economisch gedrag. Er zijn politieke invloeden die spelen. Er zijn maatschappelijke invloeden die spelen. Hadden wij verwacht dat er mensen op straat zouden komen om te klagen over de... Dat zie je niet in een economisch model. En dus er zijn factoren en laat mij zeggen, de economische theorie houdt daar wel rekening mee, maar kan ze niet in beeld brengen. Ze noemen ze residuals, noemen ze dat. Dat zijn zaken die niet door de economische theorie kunnen worden verklaard. Die bepalen het gedrag. Dus we moeten niet naïef zijn om te denken dat er altijd wat wordt geadviseerd, dat dat ook wordt uitgevoerd. Wat we wel willen, is samen met elkaar doelstellingen vastleggen. En hoe jij aan die doelstellingen komt, dat zal een andere zaak zijn. Ja, maar dat we die doelen bereiken, dat is wel belangrijk. Nu zijn er speeches hier geweest vanavond. We hebben gehoord hoe moeilijk VEST het heeft gehad de afgelopen jaar. Maar er waren ook ops. Maar één opmerking is me bijgebleven, is dat mevrouw Nita Ramjaran, die het mediaplatform hier vertegenwoordigde, die heeft gezegd dat de VEST-leden, wanneer ze eenmaal in de functie zijn van minister of een hoge functie, dat ze vergeten dat ze VEST-lid zijn en eigenlijk naar de mond van de regering praten. Is dat zo? Nou, laat mij zeggen, in mijn geval is dat absoluut niet zo. Ik kan niet praten voor anderen. Ik denk dat er 2 VEST-voorzitters zijn minister geweest. Minister Wonnie Boudou, ze zal zelf al voor haar doen. Ik ben het absoluut niet eens met wat mevrouw Ramjaran heeft gezegd. Ze heeft genoemd het voorbeeld van de het begrotingstekort. Ik denk dat ze het onvoldoende heeft begrepen wat ik probeerde te zeggen. Nee, ik ben het niet eens met de hetze rondom het begrotingstekort. Omdat ik een volstrekt, zeg maar, een discussie vind die er niet toe doet. Ja, er zijn, en ik kan het gaat te lang duren voordat ik dat allemaal heb uitgelegd. Er is een reden waarom grote instituten als het IMF en de Wereldbank daar totaal geen moeite mee hebben hoe de inrichting van de begroting is. En anderen kunnen het oneens zijn, dat is het leven nou eenmaal. We kunnen het oneens zijn. Mijn mening was niet om te zeggen dat de VEST verkeerd is. Mijn mening is dat die hetze eromheen verkeerd is. En dat het eigenlijk jammer is dat er een hetze wordt gemaakt over een begrotingstekort. Kijk, het enige effect dat het heeft als je dat gaat roepen, is een negatief effect. Omdat mensen bang worden, terwijl in de praktijk het eigenlijk
echt wel niet toe doet in dit geval. Oké, okay? We gaan door een aanpassingsprogramma. De internationale organisaties hebben toegezegd, ik geef je steun om jouw begroting sluitend te krijgen. En wanneer die steun komt, kom je me zeggen, ik moet het niet meenemen in de berekeningen. Dat is wat er wordt gezegd. Dus oké, okay, we kunnen natuurlijk een leuke discussie erover hebben. En daar was ik het niet mee eens. Maar ik ben het ook niet eens dat mensen zeggen, ja, als je daar bent, dan praat je anders. Ik ben precies dezelfde persoon. Ik heb geen broodvries, laten we even duidelijk zijn. Maar wat je wel hebt als voordeel wanneer je daar zit, is dat je veel meer informatie hebt. En dus veel beter kan inschatten wat er zal gebeuren en welke maatregelen genomen moeten worden. Dus wanneer we die dingen zeggen, dan moeten we ze ook genuanceerd zeggen. Als minister van Financiën, de tweede vervanger of eerste vervanger, wat zegt u tegen de VES? Wat is uw felicitatieboodschap naar de VES? Nou, u begrijpt dat ik trots ben op de VES. Ik heb meer dan 8 jaar gegeven als bestuurslid van de VES. En gelooft u me, it's a lot of work. Oké, okay? Want je moet on top of things zijn. Je moet relevant blijven als organisatie. En je maakt ook fouten. Ik praat over mezelf. We maken ook fouten. Ja? Maar we moeten ervoor zorgen dat het niveau van deze vereniging, dat het hoog blijft. Ik ga u zeggen, ten tijde van toen ik de voorzitter was, en ik moet die namen noemen, had je de twee gebroeders Brahim. André en Jozef Brahim. Die waren altijd op tijd en wij begonnen nooit op tijd. Nou, als die twee in de zaal waren, dan kreeg je zo'n klap op je gezicht. Hè? Maar ook andere fouten die je maakt, want de VES wordt gerund door part-timers. Dus wanneer je van het werk komt om 5 uur om een event te draaien van 8 uur 's avonds of 7:30, dan kan het wel eens voorkomen dat je fouten maakt. En of zaken zegt, dingen zegt waarvan die twee, vooral gezaghebbende economen, ze zijn er niet meer met ons. Maar dan krijg je wel kritiek helemaal. En ik moet eerlijk zeggen, dat waren hele leuke tijden. Ik weet zeker dat ook dit bestuur het prettig ervaart. Ja, om het werk te doen van de VES. Het is een geweldige organisatie. Het moet ondersteund worden, zodat het nog lang bij ons kan zijn. En het vervult een goede functie. Ook al zijn we het niet eens, het is goed om oneens met elkaar te zijn, zodat we de dialoog is belangrijk. Dan kunnen we praten, dan kunt u zien wat ik zie. En ik kan zien wat u ziet. En dat zo krijgen we. Dat houdt partijen scherp. Dat houdt partijen scherp en dat brengt ons dichter bij de waarheid. Gefeliciteerd. Dank je wel. Bye. We drinken daarop. Na een ex-voorzitter zit ik nu met de huidige voorzitter van de VES, meneer Debbie Persaat. Proost. Yes, cheers. 50, absoluut, 50 jaar VES. Wat zegt dat u? 50 jaar is een mooie leeftijd. En als je 50 bent geworden, wil je nog eens 50 erbij. 50 jaar VES, 50 jaar economistenvereniging. Wil je ook goed evalueren van wat is er gebeurd met de economie. Wat elke Surinamer weet is dat het niet goed gaat met de economie. Dus die vraag moet beantwoord worden van waarom gaat het niet goed met de economie? Is het nooit goed te gaan met de economie? Maar belangrijker nog, wat heeft de VES in de afgelopen 50 jaar gedaan? Reden genoeg dus om hedenavond eigenlijk al op de meeste ex-voorzitters, ik wil bewust niet zeggen oud-voorzitters, de meeste ex-voorzitters, te laten praten over het moment waarbij zij zelf de voorzitterskamer hadden. Het publiek heeft kunnen beluisteren dat elke periode toch enigszins anders was, maar dat de rode draad is dat er steeds uitdagingen waren in het land, waarvan financieel-economische een gedeelte van de uitdagingen. Vandaag de dag zijn we voor een situatie die ongekend is. En het begint met het schuldenprobleem, dusdanig dat we niet zelf onze schulden kunnen betalen. Vanaf dit schuldenprobleem ontstaan er wel vele andere uitdagingen die voor nu
bijna onoplosbaar lijken. De VS zegt van een situatie die onoplosbaar is, is niet constructief voor een economie en zeker niet constructief voor met name het jonge gedeelte van de samenleving, want die ervaart het als uitzichtloos. Belangrijk is dat de situatie die een uitdaging is, die groter aan het worden is, zo snel mogelijk een antwoord verdient. Dit antwoord heeft de overheid gevonden met een herstelprogramma en met partners in het buitenland. Op dit moment weten we dat ons land moeite heeft om partners te overtuigen dat ze een aantal zaken niet kunnen doen. Niet alleen maar vanaf het buitenland, maar ook de Surinaamse economen begrijpen niet zo goed waarom maatregelen waarvan we al 50 jaar weten dat ze gedaan moeten worden. Waarom ze niet gedaan worden, waarom ze nu niet gedaan worden, wat de reden is dat het nu niet gedaan kan worden. Ik onderbreek u even, want we hebben de voorzitter van het parlement gehoord die zegt, VES moet de hand in eigen boezem steken. Want is het dat jullie dan niet goed communiceren, waardoor de adviezen niet gehoord worden en dat de samenleving ook niet begrijpt wat de VES allemaal adviseert? Is dat zo? Binnen communicatie heb je natuurlijk twee delen. Communicatie naar het beleid toe, omdat we beleidsombuiging willen hebben. En informatie naar de samenleving. Informatie naar de samenleving zijn we ervan bewust dat je nooit 100% zal bereiken. We hebben verschillende manieren om de boodschap naar bredere delen van de samenleving te brengen. Door via de media, bestaande mediakanalen vandaag de dag, is het makkelijker met social media of gewoon dat een bedreiging op zichzelf vormt. De VES is 2 jaar geleden gestart met een eigen blad. Ik begrijp uiteraard dat met de kenmerken van ons land dit blad delen van de samenleving niet bereikt, maar daar is het ook niet voor bedoeld. We zijn nog niet uit de vraag hoe je groeit, hoe je je boodschap brengt naar de gehele samenleving. Waarschijnlijk is dat een vraag die we voor de komende 50 jaar zullen moeten beantwoorden als organisatie. Maar los van de samenleving is het wel belangrijk van wat gebeurt er als we een boodschap uitbrengen, gevraagd, ongevraagd binnen het beleid. Voor ons wordt het vaak ervaren als een bepaalde last. Die lastige mensen van de VES hebben weer iets gezegd. Weet je wat, laten we even kijken wat ze zeggen. En wij krijgen de indruk dat veel van wat wij zeggen in de prullenbak belandt. Vandaag zijn er tenminste twee toppers van het land geweest die zeggen van nee, het belandt niet in de prullenbak. Het heeft onze aandacht. Sommige daarvan kunnen niet opvolgen door omstandigheden. De VES wil toch wel graag weten wat zijn deze omstandigheden. Want belangrijk is dat die omstandigheden naar een gunstige situatie worden vertaald, zodat dingen die zinnig zijn gedaan kunnen worden. Uiteindelijk wil je hebben dat die problemen die er zijn in de economie verholpen worden. Aan het einde van de dag moet de samenleving het beter hebben. Die problemen die er zijn in de economie is niet voor de samenleving. De samenleving moet het positief vertaald zien. Maar nu, vandaag, 50 jaar, zegt u dat de VES op een goede plek is? Hoe staat het met jullie positie binnen de samenleving? De Vereniging van Economisten is een maatschappelijke is een vereniging binnen het maatschappelijk middenveld. Dus we zijn een maatschappelijke organisatie, een NGO dus. We hebben vandaag kunnen vernemen dat het uniek is in een land als Suriname om een leeftijd van 50 jaar te hebben en binnen het maatschappelijk middenveld nog unieker. Het is dan ook belangrijk dat we onze positie blijven versterken. Dat we medestanders binnen het maatschappelijk middenveld ook ondersteunen om ook een hoge leeftijd te bereiken. Maar dat de boodschap toch overgenomen wordt binnen het bestuurlijk bestel. Daar we niet exact weten waar de schoen knelt, is het tijd om goede gesprekken daarin te hebben. Wij blijven natuurlijk steeds de vinger aan de pols voelen, aan de pols zetten. Feit is wel dat, of gewoon algemeen, de problemen in de economie continueren. De details wel aan het veranderen zijn in negatieve context. Dus daarom dat het heel belangrijk is om regelmatig toch wel te kijken van wat is negatief veranderd en hoe kan dit nu apart aangepakt worden. Vandaag is de boodschap gegeven van wees niet alleen maar kritisch, kom ook met oplossingen. In mijn beleveniswereld hebben verschillende voorzitters wel steeds een oplossing aangehaald. Eentje ervan, het herstelprogramma, misschien een tweede ervan, in zee gaan met het IMF. Lijkt wel te zijn overgenomen, maar bepaalde zaken niet.
Waardoor dat komt, ik weet het vandaag nog niet. Wij blijven timmeren aan de weg om ervoor te zorgen dat dat gedaan wordt en is, door bestuurders wat leidt, wat zich vertaalt tot meer welvaart, minder armoede, meer banen, hogere productie, hogere verdiencapaciteit voor Suriname. Bent u van plan om in te gaan op de handreiking van de president? Het is een verrassende handreiking en het is een positieve uitdaging die we zeker niet kunnen afslaan. Het is, mensen hebben het ook gezegd, het is niet de eerste keer. Ook deze keer zullen we ingaan op het moment dat we een officieel schrijven krijgen. Feit is dat we niet op uitnodigingen in willen gaan die oeverloos kunnen zijn. We willen ook niet oeverloos discussiëren. Ons land zit vast en we willen dus discussiëren over heel specifieke thema's. Misschien moet dat op meerdere momenten. We willen ook die brede discussie hebben, want de regering moet niet alleen maar de VS overtuigen, de regering moet de samenleving overtuigen. Dat wat ze doen zinnig is voor de samenleving en de samenleving zal verbeteren. Wat zegt u tot slot tegen de samenleving, 50 jaar VS? 50 jaar VS brengt je op een positie dat je kan terugblikken, maar het brengt je ook op een positie dat je wil vooruitblikken. We weten dat we als samenleving in een moeilijk parket zitten, financieel, economisch, maar ook onderwijstechnisch. De sociale, maatschappelijke structuren van het land zijn behoorlijk onder druk. Delen van de samenleving die een constructieve bijdrage konden leveren aan de opbouw, zijn nu niet meer in Suriname. Velen denken eraan om het land nu al te verlaten. Belangrijk is dat we nadenken van hoe kunnen we tijd keren. Wat moet er, wat precies, of wat willen we hebben van Suriname in de komende tijd? Of de komende tijd 50 jaar is, weet ik niet zeker, maar wat willen we als land bereiken tegen zeg maar 2030, 2040? Een gedeelte hebben we niet in de hand, dat kan bepaald worden door de natuur. Wat we wel in de hand hebben is goed bestuur. Als samenleving moeten we goed bestuur opeisen. We moeten van onze bestuurders transparantie, verbetering, het stoppen van frommeltorie moeten we afdwingen. Zolang deze zaken blijven, zullen we de situatie zien continueren waarbij de groep van have-nots toeneemt en een clubje die directe toegang heeft tot de politiek alsmaar rijker wordt. Het was uw boodschap, maar toch wil ik u vragen, hoe moet de samenleving dat doen dan? Hoe zullen ze deze zaken afdwingen? Ja, gelukkig zijn we dus wel een democratische samenleving waarbij het volk haar stemgedrag kenbaar maakt. Wat absoluut niet door de beugel kan. Dat is in 2020 gebeurd. We hebben recent mensen op straat gezien. We merken toch wel dagelijks op social media. We merken het ook via de mails die bij ons binnenkomen, de telefoontjes die gepleegd worden, dat mensen wel willen begrijpen van waar zijn we als burgers aan toe. Wat betekent dat? Moeten we de koffers inpakken? Moeten we vertrekken? Op vele vraagstukken hebben we op dit moment geen antwoord. We zijn ook niet de organisatie om dat antwoord te hebben. Belangrijk is dat mensen die kritische houding, dat meer mensen deze kritische houding hebben. We hebben wel gezien hoor, aan de protesten die er op straat waren, dat de regering wel het moment heeft getoond dat ze hebben gezegd van we luisteren. Hoe dat vertaald wordt, dat weet ik nog niet precies. Ik zie wel in de jaarreden dat de president aangeeft dat er een ombuiging zal komen en dat de verandering in de prioriteiten zal komen. Wij letten op als VES welke economische maatregelen zullen nu doorgevoerd worden om die armoede als eerste te lijf te gaan. En het belangrijkste hierin is dat een sociaal programma herkenbaar is waarbij die, de minst draagkrachtigen geholpen worden. We hebben ook een ex-voorzitter horen zeggen van eigenlijk moeten we niet alleen maar daarna kijken, we moeten ook kijken naar de middenstand die alleen maar magerder aan het worden is. Nou, meneer Debi Berzat, nogmaals gefeliciteerd. We drinken op een goede toekomst van VES en we zeggen nog vele jaren na deze. Ja, zeker, en op naar een verbetering in ons land. Kijkers, dat was dus de heer Steven Debi Berzat, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, die vandaag haar 50ste jaardag heeft gevierd. Hier met een receptie in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. Nou, u gaat niet weg, want zometeen is Richelle Maknakker met het tweede onderwerp.
Goedendag kijkers, welkom bij deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praat ik met Joey Lansdorff en Maya Heymans over de LGBT gemeenschap, maar meer nog over de Pride Month, want sinds 1 oktober is de Pride Month begonnen. Joey Lansdorff, Maya Heymans, welkom in Gesprek Met. Thank you. We praten dus vandaag over eigenlijk de Pride Month. En Joey Lansdorff is een bestuurslid van de LGBT, van het platform, LGBT platform. Wat moeten we verstaan als we denken aan Pride Month? Oké, Pride Month is, als we te zeggen, een hele maand. En deze maand hebben we het vooral over het, natuurlijk het vieren van LGBT zijn. Maar ik zeg vieren, between and quotes, omdat het eigenlijk gaat om, eigenlijk is het een strijd die we voeren. De strijd eigenlijk voor acceptatie, voor gelijkheid, voor gelijkwaardigheid. Dus dat is eigenlijk de hele maand. En de hele maand hebben we dus activiteiten. We hebben dan trainingen, we hebben feestjes, we hebben Pride Walk aan het eind van de maand, etc. Allemaal om te vieren en om de gemeenschap te wezen van heel zijn. En we vechten voor gelijkheid en voor gelijkwaardigheid. Maar wat moeten we verstaan onder de LGBT-gemeenschap? Wie valt daaronder? Oké, de LGBT staat voor de lesbians, gay, bisexual, transgender. We zeggen plus omdat er heel veel anderen zijn bijgekomen. De asexuals, de pansexuals, etc. Maar het gaat eigenlijk over die groep die eigenlijk in de gemeenschap wordt gerekend tot en niet in de norm passen. Oké, laten we dus even teruggaan naar de Pride Month. Mm-hmm. Het is sinds 1 oktober begonnen. Wat hebben jullie allemaal gedaan tot nu toe? Oké, heel veel. Er zijn trainingen geweest. We hebben leerkrachten getraind. We hebben studenten getraind. Er zijn avonden waar ze bij elkaar kwamen voor games, leuke games. Er zijn feestjes geweest. De opening is geweest op 1 oktober. De rest hebben we ook een discussieavond gehad, et cetera. Dus dat is eigenlijk wat we allemaal hebben gedaan in deze Pride Month. Belangrijk is die training voor studenten en leerkrachten. Hoe was dat aangeslagen? Goed, heel goed. Boven verwachting voor mij vooral. Vooral de leerkrachten die zijn willingly gekomen. Maar dan volle bak. En ze hebben heel positief gereageerd daarop. Er was natuurlijk nog een beetje een onwetendheid, allemaal, maar gewoon het feit dat ze willing waren om te komen naar zo'n training was voor mij echt gewoon geweldig en ik heb het als positief ervaren. En we weten ook dat de LGBT-gemeenschap in Suriname een heleboel uitdagingen kent. Misschien op school, aan het werk, gewoon lopen op straat vormt soms al een groot probleem. Je kan het best vertellen wat die uitdagingen zijn, dus we horen graag van jou. Zo, de uitdagingen. Sowieso begin ik altijd met het stukje zelfacceptatie. Dat is een hele grote uitdaging, omdat het begint bij jezelf. En dat begint at an early age, dat men zichzelf niet kan of wil accepteren. En dat is vooral een groot probleem, omdat je dan je gaat in denial, je gaat zeggen van je bent dat niet, etc. Als dat is gebeurd, is het de acceptatie natuurlijk van je eerste leefomgeving, je mensen thuis, ouders, grootouders, etc. Dat is ook een grote uitdaging, omdat eigenlijk die de mensen zijn van wie je echt verwacht dat ze je ondersteunen. Mm-hmm. En als dat niet het geval is, dan voel je je best een beetje minder. Maar daarna ook gewoon acceptatie van de samenleving in zijn geheel. Dus je zei, sommige mensen lopen op straat en ze kunnen gewoon niet zichzelf zijn. Omdat de samenleving dat niet accepteert. Ze worden nageroepen, ze worden in elkaar geslagen. Dus dat zijn allemaal uitdagingen waarmee we zitten. Maar natuurlijk ook gewoon juridisch zijn er uitdagingen. Omdat heel veel wetten eigenlijk geen ruimte laten of geen ruimte geven voor bijvoorbeeld same-sex koppels om een beetje dezelfde rechten te hebben als bijvoorbeeld een heteroseksueel koppel. Okay. Gesproken over wetgeving, in Indiana is er laatst twee wetten aangenomen. Gelijke arbeid, als ik het goed heb, en gelijke behandeling, arbeid. De LGBT-community heeft dus ook daarom geroepen een hele poos. Dus hoe komt het bij jullie aan?
Sowieso geweldig, want een aantal van ons hebben ook gewerkt aan die wetten. En ondersteund daarbij. Het is een start. Er is natuurlijk heel veel meer, omdat er heel veel wetten zijn die eigenlijk discriminerend zijn, als ik het zo moet zeggen. Maar dat is natuurlijk een start. En we vechten, we timmer gewoon aan de weg, zodat alles, weet je, voor de mensen die nog moeten komen, dat wanneer ze komen, dat ze een, weet je, een smooth pad hebben om te gaan. Helemaal. En Maya Heymans zit er ook aan als psycholoog. En we hebben de afgelopen jaren gezien hoe de LGBT-gemeenschap in Suriname wordt behandeld. We kunnen praten over zekere mate van acceptatie, maar weer is er een bepaalde groep dus die deze groep discrimineert en laten we zeggen ze worden lelijk behandeld. Afgelopen week, of ik denk in ieder geval recent, is er een geval geweest waarbij een schoolleer zodanig werd gepest en vervolgens neer is getrapt. Dat kwam eigenlijk omdat hij volgens zijn medescholieren een bepaalde seksuele geaardheid heeft. Wat zijn de gevolgen voor zo iemand? Want als je zodanig gepest wordt, heeft dat mentale gevolgen. Ja, zeker. Het gepest worden, het gestigmatiseerd worden. Dus men zet een stempel op jou. En aan de hand van dat stempel gaat men je op een bepaalde manier behandelen, dus discrimineren, dat heeft hele grote gevolgen voor ons als mens. Op psychologisch gebied is het gevolg van het gediscrimineerd worden, gestigmatiseerd worden en gepest worden, dat je daar dus depressief van kan worden. Je voelt je uitgesloten. Men voelt zich eenzaam. Men voelt pijn van het niet erbij horen. En zeker jongeren, hè? Zeker jongeren, die hebben echt de behoefte om bij hun leeftijdsgenoten te kunnen aansluiten. En als je zeker in die fase van je leven wordt uitgesloten, is het extra pijnlijk. Dus op psychologisch gebied, je kunt depressief worden en depressie kan dus leiden tot het plegen van suïcide. En er is dus pas een onderzoeksverslag uitgekomen. Dat is geschreven door mevrouw Graciela Hunte in samenwerking met het UNICEF. En zij hebben dus een onderzoek gedaan over suïcide onder jongeren tussen 12 en 30 jaar. En het is schrikbarend wat er daaruit naar voren komt. En als ik het toespits op de LGBT-jongeren, dan hebben 57% van de LGBT-jongeren aangegeven ooit aan zelfmoord te hebben gedacht. Dus dat is meer dan de helft. Ja, en een derde van deze groep heeft aangegeven stigma en discriminatie te ervaren. Mm-hmm. Ik bedoel, als moeder, toch, of als ouder, hoe komt dat dan bij je aan? Toch, dat jouw kind daarmee te maken heeft. En als we ook kijken naar het aantal suïcides die in een periode van 6 jaar, van 2013 tot 2019, is gepleegd door jongeren, dan komen we al op 831 van onze jongeren, van onze kinderen die zichzelf van het leven hebben beroofd. Mm-hmm. Toch? Die zijn gestorven aan suïcide. En uit dat onderzoek kwam dus ook naar voren dat de belangrijkste redenen voor het plegen van suïcide zijn echt pijn van binnen hebben, geen hoop meer hebben en eenzaamheid. Mm-hmm. Nou, 1 en 1 is 2, toch? Ik bedoel, als je gediscrimineerd wordt, als je gepest wordt, hoeveel pijn doet dat? Toch? Dus ja, het is vreselijk belangrijk dat we hierbij stilstaan. Ja, en het heeft ook een doorwerking dus op de familie. Dus het probleem houdt eigenlijk nooit op, want de familie moet delen met dat wat zich heeft en dan voltrokken. Ja, zeker. Die pijn is verschrikkelijk, toch? Maar ik moet ook zeggen dat ook uit dat onderzoek naar voren is gekomen dat de meeste mentale problemen die jongeren ervaren, en dat krijg ik het door naar 30 jaar ongeveer, te maken hebben met problemen in de familiesfeer. Mm, okay. En dan kun je het ook doortrekken, hè, naar wat Joey zei.
dat deze doelgroep vaak te maken krijgt met niet geaccepteerd worden door de familie. Mm-hmm. Toch? En uitgesloten worden door de familie. En, toch? En het, is dus niet, het hoeft niet eens zo te zijn dat je letterlijk op straat wordt gezet, maar ook gewoon het feit, hoe praat de familie onderling over LGBT's? Toch? Als er nare opmerkingen worden gemaakt vanaf je klein bent over het zijn boelers en het zijn dit en het zijn dat en ze komen niet in de hemel, ze gaan naar de hel. Weet je wel, dat soort uitspraken, jammer genoeg gebeurt dat. Toch, als dat kind daarmee opgroeit, hoe kan zo'n kind zichzelf dan accepteren? Het gaat toch niet? Dus het hoeft niet eens te zijn dat je wordt letterlijk op straat wordt gezet, maar gewoon de hele sfeer in jouw familie, in jouw omgeving, hoe er over wordt gesproken, dat heeft een vreselijk belangrijke, speelt een vreselijk belangrijke rol. En dat kan er dus ook toe maken dat de mensen zichzelf niet kunnen accepteren. Toch? En met alle gevolgen van dien. Gaan we terug naar meneer Lansdorff. U bent van het LGBT-platform. Hoe spelen jullie in daarop? Zijn er motivatiesessies? Gaan jullie naar scholen? Hoe proberen jullie dus mensen die vinden van ik behoor tot die gemeenschap? Hoe motiveren jullie ze om bikkel te blijven, sterk te blijven? Oké, het platform is letterlijk een platform en daar zijn een aantal organisaties bij aangesloten. En elke organisatie heeft zijn expertise en heeft een bepaalde doelgroep. We hebben organisaties voor de vrouwen, voor de mannen, voor de transgenders, dus alle organisaties. Dus de organisaties op zich hebben vaker een motivatiesessie, ze hebben trainingen, ze hebben groep cohesiesessies om eigenlijk de gemeenschap te versterken, weerbaar te maken en de nodige tools te geven om eigenlijk hele sterke burgers te worden. Dus de organisaties op zich doen dat werk. Bereiken jullie dus iedereen die zegt van ik behoor in die, tot die gemeenschap? Gaan jullie naar scholen bijvoorbeeld? En als jullie gaan, zijn de leidingen van de school van, vinden ze dat jullie wel die motivatiesessies mogen geven daar? Als we iedereen bereiken natuurlijk niet. Dat is een beetje bijna onmogelijk hier. Maar de mensen die komen, want natuurlijk als wij bijvoorbeeld gewoon een training hebben in de middag, laat zeggen, dan is het weet je, wie komt. Maar de scholen, die zijn niet altijd heel ontvankelijk wanneer we daar komen. Vooral als je zegt van, hey, we komen over LGBT praten vooral, toch? Dus dan moet je soms eigenlijk je manieren om manoeuvreren om toch binnen te komen. Maar in de scholen zijn we niet zo vaak geweest. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon organisaties die trainingen geven. En dat stukje van diversiteit wel gewoon meenemen erin. En wel op de scholen komen. Maar als je specifiek gaat met een training over LGBT, zijn ze niet altijd zo ontvankelijk. En het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft dus laatst ook gereageerd toen dat van die scholieren heeft plaatsgevonden. Dat geeft dus aan dat het ministerie dat gedrag niet accepteert. Maar vinden jullie beiden dat het ministerie meer moet doen om acceptatie van deze groep aan te wakkeren? Sowieso kan het ministerie veel meer doen en we timmeren jaren aan de weg om het ministerie te vragen om dit in een curriculum op te nemen, diversiteit, en vanaf een early age. Zodat men niet moet gissen of moet je niet weet waarom. Want ik denk, en misschien kan Maya me corrigeren als dat niet klopt, dat het stukje niet accepteren ook komt uit niet weten. Mm-hmm. Toch? En als je geen begrip hebt voor iets, je weet iets gewoon niet, dan ga je daar heel weinig begrip voor hebben. Dus ik denk dat als je vanaf een early age wordt geleerd van hé, er zijn verschillende mensen zijn er in verschillende soorten, dat je dan misschien wel een beetje toleranter zou zijn naar de mensen zelf. En dat we deze narigheden echt minder zullen hebben. Ja. Maar heb je iets aan te vullen daarop? Ja, helemaal mee eens hoor, helemaal mee eens. En wat ook nog een rol speelt naast die onwetendheid, hè, is ook wat we noemen het bystander effect. Dus het bystander effect is, je ziet dat iemand wordt gepest, je ziet dat iemand niet goed wordt behandeld. En je weet niet wat te doen. Je denkt, hey, ik moet ingrijpen, maar iemand anders zal wel... Ja, toch dat gaan doen.
Dus het bystander effect zegt hoe meer mensen erbij zijn wanneer er iemand wordt gepest of wanneer je ziet dat er iets niet goed gaat met iemand, hoe meer mensen erbij zijn, hoe minder mensen geneigd zijn om ook in te grijpen. Dus ik denk dat wij als samenleving ook echt daarbij stil moeten staan en ook echt ingrijpen, de verantwoordelijkheid nemen voor wanneer je ziet dat iemand onheus wordt behandeld. Of het nou op school is of op de werkplek, dat moeten we echt gaan leren. Weet je? Dat die uitsluiting, ja, dat moet gewoon ophouden. Toch? Jammer genoeg zijn er ook gewoon mensen die we bullies noemen, pesters. Toch? En wat blijkt dus uit verschillende onderzoeken is dat deze mensen juist bijzonder onzeker zijn over zichzelf. En een hele lage eigenwaarde, weinig zelfvertrouwen hebben. Toch? En vaak genoeg hebben ze dat gedrag dat ze vertonen, hebben ze ook ergens geleerd. Soms thuis, soms in de buurt van vrienden. Toch? Dus het is echt up to us om dit soort bullies, dit soort gedrag, niet meer te tolereren. En dat is een rol van ons allemaal. En dus vooral ouders moeten dus gaan letten op wat ze hun kinderen leren en wat ze hun kinderen meegeven. Want als we denken aan het geval van die scholieren, dan vraag je af, waarom handelen ze op die manier? Ja, ja, klopt helemaal. Waarom handelen die bullies, hè, de pesters, de daders, op zo'n manier, wat zit daarachter voor hun? Wat maakt dat zij zich zo slecht over zichzelf voelen, dat ze iemand anders ook zich slecht moeten laten voelen? Want dat is het toch? Ja. Wanneer je je slecht voelt van binnen, dan wil je dat anderen zich ook slecht voelen. Helaas. Toch? En alle andere kinderen en leerkrachten die erbij stonden, die hebben niet ingegrepen. Dat is dus het bystander effect. Mm-hmm. Het is echt iets dat we moeten gaan doorbreken. En de LGBT-gemeenschap sluit de Pride Month altijd af met een Pride Walk. En dan zien we verschillende mensen, verschillende kledingstukken. En we moeten eigenlijk dus als gemeenschap genieten daarvan. Maar eigenlijk is het ook voor jullie als LGBT-community een manier om te protesteren tegen wat jullie misgedaan wordt. Dus wat kunnen we dit jaar verwachten van de Pride Month? Sowieso als de andere jaren. Heel veel kleur, heel veel en gezelligheid en heel veel mooie mensen. maar natuurlijk ook dat stukje, die statement die gemaakt wordt. Want we proberen ook elk jaar weer heel veel invloedrijke mensen bij te betrekken om een beetje te lopen. We roepen ze allies met ons te marchen. En om dan ook aan te geven van, hey, jullie zijn het eens met ons. Je ondersteunt wat we allemaal doen. Dus sowieso kunnen jullie dat verwachten. En daarna hebben we dan gewoon een leuke get-together, bestjes en zo. Dus iedereen is wel. We zijn nog niet klaar, want je hebt me nog niet verteld wanneer die Pride Walk wordt gehouden. De Pride Walk wordt gehouden op 29 oktober, dus volgende week zaterdag. Komende zaterdag. Oké, okay. Zaterdag. Zaterdag, ja. Je hebt aangegeven dat jullie proberen om invloedrijke mensen mee te krijgen, om mee te lopen met jullie. Wie hebben jullie dit jaar erbij? We hebben toezeggingen van de minister van Onderwijs. Uh-huh. Dat ze met ons gaat lopen. Dus hopelijk lukt het er nog steeds om erbij te zijn. Dus zij is een van de geweldigste die we hebben gehad dit jaar. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de minister van Onderwijs zelf met ons wil lopen. Verwachten jullie andere ministers? We hebben natuurlijk wel uitnodigingen gestuurd. Van een aantal nog geen reactie gehad. Maar hopelijk reageren ze komende week nog wel erop. En dan zijn ze er wel bij. Okay. Joey, wil je even me benadrukken in die camera, denk ik. Wat het doel is van Pride Month en van Pride Walk? Oké, het doel van Pride Month, of laten we beginnen hoe Pride Month is begonnen. We zijn begonnen met een dag, a coming out day. En dat is 11 oktober, dat is internationale coming out day. En toen werd het een Pride Week en toen werd het een hele Pride Month. De bedoeling is dat we eigenlijk strijden tegen ongelijkheid en ongelijkwaardigheid. Iedereen die dat ervaart, komt dan op
om daartegen te strijden. Maar dat doen we natuurlijk allemaal door een statement te maken, door daar te zijn, be out en be proud. Mevrouw Neemans, heeft hij een boodschap als psycholoog aan mensen die zich in die situatie bevinden van ik ben bang om mezelf te tonen of om mezelf te zijn? Wat is uw boodschap? Ja, nou, het is voor ons allemaal belangrijk om jezelf te accepteren, maar ook om geaccepteerd te worden voor wie je bent. Door je geliefden, door je omgeving. Coming out is, kan heel moeilijk zijn. En een boodschap die ik wil geven is dat coming out belangrijk is, maar doe het nooit als het een gevaar voor jou gaat opleveren. Zoek mensen in je omgeving, gelijkgestemden, mensen van dezelfde groep, om daar steun te krijgen en om je toch thuis te kunnen voelen ergens. Want als mens is onze sociale steun, onze sociale omgeving erg belangrijk. Dus ik zou zeggen, als het thuis niet kan, zoek je groep, sluit je aan, waardoor je in ieder geval die steun wel kunt krijgen en dat je dus kunt praten over wat je op je hart hebt. Meneer Heijmans, dank u wel mevrouw Heijmans, meneer Lansdorp. Voordat ik afsluit, waar kunnen we genieten van de Pride Walk? Oké, de Pride Walk, de route ken ik niet zo uit het hoofd, maar we starten bij Sus en Zo. En dan lopen we gewoon dat stukje in de binnenstad. Dus sowieso in die omgeving, Palmentuin in de omgeving, kunnen jullie allemaal komen. En natuurlijk misschien aansluiten bij de loop, dat iedereen is welkom om zich aan te sluiten. Dus dat is de route die we eigenlijk zullen lopen in de binnenstad. Dank u wel. Zo kijkers, we hebben het gehoord van Joey Lansdorp en Maya Heijmans. De boodschappen die ze hebben meegegeven is dat Pride Month eigenlijk bedoeld is om te strijden tegen ongelijkheid. En we hebben de afgelopen jaren, maanden, weken, dagen allemaal gezien als gemeenschap in met welke uitdagingen deze LGBT-gemeenschap moet dealen. En wat psycholoog Heijmans zegt, laten we werken aan zelfacceptatie, zodat we geen anderen bullyen en laten we kijken waar onze eigen mensen zijn, zodat we de steun vinden. Bedankt voor het kijken. We zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.